Vandaag sta ik in Kortgene. Op Noord-Beveland wonen namelijk de meeste vrijgezelle mannen tussen de 30 en 40 jaar. Verhoudingsgewijs de meeste in Zeeland. 1 op de 7 mannen is niet gehuwd. Hoe kan het nou? Ligt het aan de mannen? Aan de vrouwen? Kom, ik ga het uitzoeken. Heeft u enig idee hoe het komt dat hier zo vrijgezelle mannen wonen? Nee, ik dacht wel de oudere generatie en zo, er waren echt heel veel vrijgezelle mannen. Maar nu, van de jonge lui, weet ik het eigenlijk niet zo. Dus volgens mij hebben ze er echt wel behoefte aan, maar er zijn dan minder vrouwen. En ook veel boeren natuurlijk, boerenzoons en zo, die dan alleen leven. Hey Tanja. Hoi. Hallo. Hey, wij zijn vandaag met onderzoek bezig waarom het komt dat er zoveel vrijgezelle mannen zijn in Noord-Beveland. Wat zijn jouw bevindingen? Nou, wij weten ook wat over vrijgezelle mannen in Zeeland. En dat weten we doordat we van de gemeentes te zien krijgen wie er op welk adres woont en wie daar alleen woont. Nou wil dat niet per se zeggen dat iedereen dan ook vrijgezel is, want ongeveer 1 op de 5 mensen die alleen wonen, die hebben wel een relatie, maar die latten. Maar het is inderdaad wel zo, als je naar Zeeland kijkt en naar Noord-Beveland specifiek, ja, die schiet er wel uit in de zin dat daar aanzienlijk minder vrouwen wonen op de mannen. Dus voor alle 110 mannen zijn er maar 100 vrouwen, ja, waarvan je dan kan zeggen, daar kun je mee daten. En waarom is het belangrijk om dit te meten? In de demografie waar wij ons dan mee bezighouden, zegt het vooral iets over hoe gaan gezinnen formeren, hoe zit het met kinderen die geboren worden. En dat heeft allemaal weer effect op hoe je je stad bijvoorbeeld moet gaan inrichten. Juist, ik snap het, ja. Nou, wij gaan hier even verder op onderzoek uit. Dankjewel. Graag gedaan. Jij bent lekker aan de run hier. Ja, zeker. Eigenlijk denk 1 keer per week of 2 keer. Het verschilt een beetje. Maar is het belangrijk om goed uit te zien? Ik ben heel erg ijdel, dus ik vind van wel. Ja, je moet er goed uitzien. Dat vind ik belangrijk, ja. Ja, zeker. En heb je vrijgezelle vrienden dan? Ja. Ik denk merendeels van mijn vrienden is vrijgezel, ja. Maar die zijn nog wel iets jonger, denk ik? Ouder. Ouder, ja, voornamelijk wat ouder dan mij, ja. En zijn ze gewoon nog niet toe in een relatie? Of? Er zijn gewoon bepaalde dames, zeg maar, daar zou ik niet zo snel mee in zee gaan. Ik weet niet, wat rode vlag hier zo, daar ga ik niet mee in zee. Laat ik lekker, laat me dat maar doen, ja. Wat is een rode vlag? Een rode vlag, even kijken, een rode vlag is wanneer, als ze geen baan heeft of iets. Ik vind wel een beetje dat een vrouw ook wel, ook wat moet kunnen doen, even kunnen meebrengen aan een relatie. Dat is wel erg belangrijk. Wat zijn rode vlaggen bij de mannen dan? Rode vlaggen bij de mannen, ja, ook wel hetzelfde toch? Als een man, een man moet wel een doel hebben in leven. Die moet voor zijn werk gaan of een opleiding. Ik vind het wel belangrijk dat iemand echt ook een bezigheid heeft in zijn leven. Iets waarvoor die echt zijn bed uitkomt, als het ware. Ik krijg net een tip van een local dat we langs moeten bij een Johan in Kooilandsplaat. Dus daar rijden we even naartoe. Die is al een tijdje vrijgezel. Nou, ik ben aangekomen bij Johans huis. Dus even binnenkijken hoe het erbij staat. Please ring the bell, staat hier ook. Hallo. Mag ik even binnenkomen? Ik zeg Johan. Ja? Ik heb begrepen dat jij vrijgezel bent. Dat klopt, zeker. Hoe kan dat? Ik denk dat er verhoudingsgewijs meer mannen zijn dan vrouwen hier. Hey, zou je het wel willen, een relatie? Ik zou wel een relatie willen, ja, als de liefde wederzijds is. Zeker. En ben je daarom nu in verbouwing om mijn liefdesnestje hier te maken? Ik maak het wel zo aantrekkelijk mogelijk natuurlijk. Ja. Ja, want het is nu nog niet helemaal een plek om een vrouw te ontvangen, hè? Nee, ja, boven wel, hoor, bovenstaf. Dat is belangrijk, toch? Ja, is het belangrijkste? Nee, helemaal niet. Maar ik ben gewoon nog niet zover. Ligt het dan aan de mannen of aan de vrouwen? Ik denk aan de hoeveelheid vrouwen, dat er gewoon te weinig zijn. Ja. Want waar zijn die dan? In Thailand, denk ik. Nee, Thailand? Waar zijn ze dan? Weet ik niet. Grotere steden. Waarom blijven ze niet hier? Ze zijn hier niet geweest. Ze moeten hier naartoe komen. Ja, maar je ziet, wat je veel ziet is dat ze vanaf hier ergens gaan studeren en dan blijven ze hangen. Ja, dan moeten ze het aantrekkelijker maken om hier te blijven. Misschien een optie.
Nou, nu ik Johan heb gesproken, krijg ik toch wel steeds meer het gevoel dat de faciliteiten hier op het eiland toch ook wel een grote oorzaak zijn. We gaan even terug naar Kortgene, want daar ontmoet ik Jan. En Jan heeft heel bijzonder werk gehad. Zeg Jan, volgens mij heb jij een hele bijzondere coachingpraktijk gehad. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik heb een jaar of 5, denk ik, een coachingspraktijk gehad hier in Zeeland. Als ik het goed begrijp, maakte jij de man ook een beetje een oerman? Ja, heerlijk. Ja, gewoon terug naar de kern en gewoon lekker stralen. Lekker shinen, het vlammetje in je voelen borrel. Hoe deed je dat dan? Ging je een beetje zeg maar houtjes kleuven bij een kampvuur? Of, Nee, dat is wel een oordeel en misschien een beeld wat hier in Zeeland heel erg is. Maar ik deed dat door vragen te stellen en ook door de diepte in te gaan met mannen. En praten over het gevoel en oké, waar word je blij van? Waar wil je heen? Wat raakt je? Waar heb je last van? Ja, wat wil je delen? Dat werd dan de oerman? Nee, die oerman, daar had wel meer sessies voor nodig. Ja. Dat is over het algemeen, in mijn beeld, zijn dat mannen die in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen. Voor zichzelf, voor hun omgeving, voor de partner, voor kinderen, voor hun werk. Mannen die in staat zijn hun daden niet alleen in woorden doen, maar ook te verrichten. Dus een doel hebben, naar vergaan. Ja, dan denk je, ja, kijk, kap man, gaaf. Dan word je oer. Ja, dan gaat dat vlammetje gaan branden. En dat hoort, iedereen heeft dat in zich. Maar bij heel veel is dat zo enorm afgedekt met allemaal lagen. En dat is jammer, dat is zonde. Ja, in iedereen zit zoveel moois. En dat moet gewoon boven water komen eigenlijk, vind ik. Ja, jij valt in de doelgroep als 30er, 40er, gok ik? Ik ben 31, bijna 32. Vrijgezel? Nee, niet vrijgezel. Hoe heb je je partner gevonden? Je zat al langer in de vriendengroep, dus is wat ontstaan. Is dat dan toch de manier gewoon via vriendengroepen? Want kijk, als je niet zoveel uitgaansgelegenheid hebt hier, ontmoet je ook nooit nieuwe mensen? Nee, dat is waar. Ja, of het kan natuurlijk via de dating app zeg maar, Tinder of zo, dat zou kunnen. Maar anders moet het toch gewoon in horecalocatie, zeg maar. Ik zie hier een hele grote groep zitten. Is dit jullie vaste prik? Ja, eigenlijk wel. Elke vrijdag. Met de hele club? Met de hele club. Hele vriendenkring. Ja, ik was gescheiden en... Mijn dochter had me op een relatieplanner gezet en ik kwam ze tegen. Tenminste, zij kwam mij tegen. In één keer raak? In één keer raak. Echt waar. Nou, dan moet jij toch de andere man eens uitleggen hoe je dat dan moet doen. Dan had je een goed profiel. Nou, je moet er goed uitzien. Dat is het, dat is de key. Ja, en je moet gewoon jezelf blijven. Ja, vind ik wel. Hey, maar hoe ontmoet je nu nog mensen dan? Is dan toch dating apps de manier? Dat denk ik wel, ja. Dat doen ze tegenwoordig allemaal. Toch? Ja, dat denk ik wel. Ja, vandaag was ik in Kortgene op zoek naar waarom er zoveel vrijgezellen en ongehuwde mannen hier wonen. En met datingsapps gewoon in jezelf geloven op ouderwets via vriendenkringen. Ook al wonen er minder vrouwen dan mannen in Zeeland. Ja, met deze tips en een beetje gelukt het misschien dan toch om die droompartner te vinden.